Wat ook volop in het nieuws is natuurlijk die onderwijsstaking. En verslaggever Marianne van Ent. Nou, het is gelukkig dat het niet zo koud is. Want anders denk ik dat ze al wel aardig zou staan te koukleumen daar in Lelystad. Een van de plekken waar die onderwijsmanifestaties zijn vanwege de landelijke staking. Ja. En daar werd gesproken door Maaike Huisman van het Katholiek Onderwijs. Marianne van Ent, kom er maar in. Ja, goedemorgen. Inderdaad, daar werd gesproken door Maaike Huisman van de scholengroep Katholiek Onderwijs. En u vertegenwoordigt scholen uit Flevoland en de Veluwe. Terwijl er ondertussen agenten langslopen, achter ons langs. Het lijkt misschien alsof de demonstratie uit de hand is gelopen of wat dan ook. Maar het is op geen enkele manier gebeurd, want het was heel rustig. Hè? Het was een mooie sfeer, ja. Goede sfeer, goede opkomst ook. Zeker een goede opkomst. Ja, daar zijn we heel blij mee. Ja. Hoe groot acht u de opkomst? Ik heb niet geteld. Nee, maar ik ook niet. Maar ik dacht 200 om erbij. Het plein stond goed vol. En daar mogen we heel tevreden mee zijn als Flevoland. Ja. Ja. Ik wil u even vragen wat u in de praktijk merkt van die problemen in het onderwijs. Want als iemand er dichtbij zit, bent u het wel. Nou, als er iemand dichtbij staat, zijn dat de leraren en onze directeuren die dagelijks merken dat de klassen niet bezet zijn. Vorig jaar was het nog wel dat we structureel de klassen goed konden bezetten totdat er ziekte was. En dan hadden we echt een groot probleem om vervanging te regelen. Dit jaar merken we dat we klassen gewoon niet bezet krijgen met bevoegde leraren. En dan doen we allerlei concessies, groepen groter maken, onbevoegde voor de klas, om maar te zorgen dat het onderwijs door kan gaan. Maar dit zet een enorme druk op alle partijen binnen een school. En vooral leerlingen hebben er heel veel last van. En hoe vertaalt zich dat in Flevoland, in de Flevolandse scholen? Merkt u dat het hier erger is of minder erg? Het is lastig om te vergelijken met de rest van Nederland. We weten wel dat de grote steden in Nederland die hebben erg veel last van het lerarentekort. Mensen trekken weg uit de grote steden. Daar hoort Almere ook bij. Almere hoort niet bij de vier grote steden, maar heeft wel de problematiek van een grote stad. En het lerarentekort in Almere en Lelystad is enorm groot en groeit met de dag. Ja, dus het gaat inderdaad met name om de steden, de dorpen, daar is de last iets minder, daar is de druk iets minder hoog? Op dit moment wel, maar we verwachten dat dat heel snel ook die kant op gaat. Op dit moment hebben we ongeveer landelijk 1000 leraren tekort. Binnen 5 jaar zijn dat er 5000. En dagelijks krijgen we nu al niet voor elkaar. Ik moet niet denken over wat dat betekent over 5 jaar. Dan hebben we echt een heel groot probleem. Ja, en hoewel dat dus in de kleinere dorpen in Flevoland wellicht nog enigszins meevalt, zegt u, als er nu niet iets gaat veranderen, dan gaat het ook daar doorcijpelen. Dan komen daar de problemen ook. Die problemen merken we al wel bij vervanging van ziekte. Dagelijks nog niet, maar die komen daar heel snel. En dat betekent dat kinderen geen onderwijs meer kunnen krijgen. Er moet iets gebeuren, maar als er nou niks gaat gebeuren, als Politiek Den Haag nou niet echt met structureel geld over de brug komt, wat dan? Onderwijs zijn doorbijters. En wij geven niet zomaar op. Dat bedoel ik niet richting acties en zo. Maar wij laten kinderen en ouders niet in de steek. Dus we gaan alles aan elkaar knopen dat kinderen toch onderwijs krijgen. En binnen de kaders zo goed mogelijk. En dat we in ieder geval kunnen werken aan het geluk van onze kinderen. Ja, nee, ik begrijp het. Mooie insteek is dat. Maar hoe gaat u dat realiseren als er niet structureel geld bij komt? Dat wordt een hele lastige. Wij zetten nu alles al in om zijstromers binnen te halen. Dan moeten ouders voor de klas. Dan krijgen we klassen van 50. Met ICT is natuurlijk veel te doen. Maar ook dat is een dure oplossing. Ik wil er eigenlijk gewoon helemaal niet aan denken. We moeten zorgen dat we structurele oplossingen krijgen. En daar staan we vandaag voor. En daar ben ik als bestuurder ook verantwoordelijk voor. En die verantwoordelijkheid voel ik. U voelt de verantwoordelijkheid wellicht. Dus niet de laatste keer dat u hier staat. Het zou wel eens vaker kunnen gaan gebeuren. Ik denk dat wij heel erg moeten vasthouden aan dat heel Nederland weet dat wij het prachtigste vak hebben. En met een heel veel betekenis voor nu en in de toekomst. En dat mogen we niet loslaten. Dus wij moeten doorgaan totdat wij in ieder geval onze verantwoordelijkheid weer kunnen pakken. Nou, de actiebereidheid is hoog. Maaike Huisman van scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe is bereid om vaker de straat op te gaan of op andere manieren oplossingen te zoeken. Maar dat er geld bij moet, dat is één ding wat zeker is. En dat geluid is hier vandaag in Lelystad heeft duidelijk geklonken. Zo'n 200 mensen zijn hier naartoe gekomen in Lelystad. Dat zijn leerkrachten uit zowel de gemeente Lelystad als de gemeente Dronten. Ze hebben gezamenlijk het geluid laten horen. En op dit moment geeft Lelystad min of meer het stokje over aan Almere. Want daar gaat de onderwijsstaking op dit moment aan de slag. Of van kracht. Marianne van Ent, dankjewel. En intussen loopt de Dam in Amsterdam. Die loopt ook vol.